Goedemiddag allemaal en welkom terug bij deze nieuwe aflevering van Let's Play The Legend of Zeepie. Ik ben er weer! In de vorige aflevering hebben wij Ocarina of Time. In de vorige aflevering hebben wij eindelijk de Big Gorn soort pakken gekregen. En in deze aflevering gaan wij terug naar Young Zeepie. Maar daar hebben we eerst nog eventjes iets het een en ander voor te doen voordat we dat gaan doen. We hebben hier zeg maar een Gorn die hier aan het rondrollen is en ja, die moeten we heel eventjes dus zeg maar tegenhouden. Om eventjes te kijken wat er bij de Gorons aan de hand is. Dus zorg ervoor dat je bommen klaar hebt staan. En wacht heel eventjes hier. Daar komt hij aan. Oké, laat hem hier neerleggen. Perfecte timing. How could you do this to me? You're Ganondorf 7th. Hear my name and tremble. I am Zeepie, hero of the Gorons. Wat? Wacht eventjes. What? Your name is also Zeepie? Then you must be the legendary Dodongo Buster and Hero Zeepie. Uh-huh. My dad is Darunia. Do you remember him? Uh-huh. Dad named me Zeepie after you because you're so brave. It's a cool name. I really like it. Nou, mooi. Zeepie, you're a hero to us Gorons. I'm so glad I meet you. Please, give me your autograph. Sign it to my friend, Zeepie of the Gorons. Nee. Oh, I guess it's not a good time to ask you for this. Please help everyone. Oké, van een handtekening naar een help request. My dad, Darunia, went to the fire temple. A dragon is inside. If we don't hurry up, even my dad will be eaten by the dragon! Oh boy. Oké, we moeten maar eventjes proberen te kalmeren door te vragen. Oké, laten we eens even over de dragon vragen. A long time ago, there was an evil dragon named Volvagia living in this mountain. The dragon was very scary. He ate Gorons. Using a huge hammer, the hero of the Gorons, BOOM! Destroyed it just like that. This is a myth from long ago, but it's true. I know, because my dad is a descendant of the hero. we better try to calm. Okay, wat is er gebeurd met de Gorons? Everybody was taken to the fire temple. While my dad was out, Ganondorf's followers came and took him all away. All of them will be eaten by Volvagia. Dad said that Ganondorf has revived Volvagia. As a warning to those who might oppose him, Ganondorf is going to feed them all to Volvagia. Dad went to the fire temple all by himself to try to save everyone. Please help, Zeepie. I'll give you this heat-resistant tunic. En dat is een van de dingen die we eigenlijk dus toch zouden willen hebben. Dit zorgt ervoor dat we geen timer meer krijgen op extreme hete plekken als we dit dragen. Leuk! Going to heat places? No worries. Nou, ondertussen gaan alle deuren dus weer open. En kunnen we dus overal weer komen. Dat is heel erg fijn. Nou, Zeepie of the Gorons. Zeepie Hero of the Gorons. Echt serieus. Dat is mijn grap. En natuurlijk kunnen we ook nou weer naar de shop. Waar dus zeg maar nog steeds één Goron zit. En zich nog steeds stierlijk verveelt. We hebben de Red Tunic gratis en voor niks gekregen. Hoeveel hebben we bespaard? Welkom. 200 rupies weer bespaard. Rupies zijn echt niet meer nodig, echt serieus. Oké, nou. Er zit zeg maar een secret. Die kan Zeepie of de Gorons kan jou dat dus ook vertellen. Of hoe dat die ook heet in jouw spel. Tot je dus zeg maar bij dit standbeeld hier dit weg kan trekken. En tot je dan dus zeg maar terecht kan komen bij de vulkaan. Nou, dit is heel erg handig, omdat er is één ding voordat we als Young Link, don't worry, we gaan niet naar de tempel toe. Maar er is hier dus zeg maar een nummer dat we eventjes moeten leren. Wat handig is als we dus zeg maar als Young Link dadelijk gaan spelen. Dus, Young Zeepie. Ik zeg het al de hele tijd goed en nou zeg ik toevallig weer op ongeluk. Nou, maakt niet uit. Oké, nou, wat we moeten doen is, we moeten eventjes hier naartoe. En op het moment dat we hier komen, worden we onderbroken door... It is something that grows over time. A true friendship. A feeling in the heart that becomes even stronger over time. Weet je hoe warm dat het hier is? The passion of friendship will soon blossom into the righteous power, and through it,
you will know which way to go. Dizzy Warum! This song is dedicated to the power of the heart. Listen to the bolero of fire. Oh boy! Oké, toekomstige ik. Veel succes met dit nummer, want dit is best wel een moeilijk nummer, omdat je weer zeg maar twee speciale gaten nodig hebt die je eerder niet hebt gebruikt. Dus succes! Oké, mijn beurt. Zoals jullie dus hoorden, heb ik dit nummer niet meegespeeld op de ocarina om redenen. Omdat sommige tonen die zijn best lastig en je moet het behoorlijk snel doen. Dus mijn excuses daarvoor, maar zo'n pro ben ik helaas nog niet op de ocarina. You have learned the Bolero of Fire! Yay! Zeepie. Zo, dat klonk wel heel erg laag. Zeepie, I'll see you again. Nou, ik heb een paar vragen voor... Oké. Flash! Oh, ik neig er gewoon weer tussenuit. Oké, nou, dat nummer was dus heel erg belangrijk dat we dat zeg maar zouden leren. En nu... gaan we richting de Temple of Time. Dit is eigenlijk de eerste keer dat we een warp gaan gebruiken. Dat vind ik eigenlijk best wel komisch. We hebben al 3 warps geleerd... En dit is een van de eerste warp-deuntjes die ik eigenlijk ga gebruiken. En dit is ook eigenlijk de warp die je het meeste zou gaan gebruiken in het spel. Dus, aangezien dat dit het centrale punt is. Nou, wij willen dus zeg maar weer terug als Young Zeepie. Dus, wat Sheik ons had uitgelegd is dat we de Master Sword gewoon weer terug moeten plaatsen. Hier in de Pedestal of Time. En dan zullen we dus zeg maar weer 7 jaar terug het verleden ingaan. Dus zonder enig oponthoud, laten we dat maar gaan doen! Oh nee, dat gebeurt nou niet. Ik heb het altijd, zeg maar, zo. Maakt niet uit. Nou, is er dus nog één masker die we hier nog moeten verkopen, want we hebben nog steeds de bunnyhoed. Eventjes daarover. Op het moment dat we de bunnyhoed willen gaan verkopen... als je bijna geen roepjes hebt, zou ik het eigenlijk doen. Maar we zitten al op het punt... Ik zit al persoonlijk op het punt dat ik bijna geen roepjes meer nodig heb. Dus, ja, ik zou het wel kunnen doen, maar... Ja, ik raad het echt aan om het te doen. Oh, het is nacht, dus dan kunnen we het nog niet eens hier verlaten. Yay! Dus ik heb zoiets van, laten we nou maar naar de Happy Mask Shop gaan en... Of ja, niet naar de Happy Mask Shop, maar de bunnyhoed alvast gaan verkopen. Ik weet het, we krijgen er nou niet het grootste gedeelte uit. Dat zou je echt pas willen doen als je maar 0 roepies hebt of zo. Maar, ja, ik zit op het punt dat ik bijna geen roepies meer nodig heb. Dus hoe vaak ga ik nog roepies zeggen, ik weet het niet, maar, ja. Ik denk ook alvast de Mass Side Quest, dat we die alvast out of the way gaan hebben. Nou, Jokerboy die had heel erg mooi gezegd dat op het moment dat je, zeg maar, sommige maskers draagt, sommige vijanden niet zullen verschijnen. Of dat sommige maskers, of sommige vijanden, zeg maar, niet je zullen aanvallen als je dat masker draagt. Verder, de bunnyhoed geeft helaas geen increase van speed zoals het spel, of zoals het masker doet in Majora's Mask. Goed, wat we hier eigenlijk op zoek zijn, is we zijn op zoek naar een running dude. Deze gast die zal hier rondjes rennen. En die ben ik eigenlijk gaan we hier zoeken. Die loopt hier rond op Hyrule Field. Dus het enige wat je eigenlijk wil doen is om Lonlon Range wil je eigenlijk rondjes rennen. En zo komen we van eigenlijk wel tegen. Dus doe dit wel tegen de klok in, want hij rent met de klok mee. Dus als je dit zeg maar doet tegen de klok in, dan heb je de grootste kans om hem eigenlijk tegen te komen. Dus met dat in gedachten, laten we maar hopen dat we hem snel tegenkomen. En daar hebben we hem toevallig. Hey dude. Nou, je moet dus zeg maar wachten totdat hij stilstaat voordat je met hem kan praten. En 9 van de 10 keer... Dat gebeurt 9 van de 10 keer 's avonds. Dan is hij dus zeg maar nou nog aan het rondlopen. En op het moment dat de nacht valt, gaat hij ergens zitten. Dus... Gaat hij ergens zitten.
Gaat hij ergens zitten? Goed zo. En dan kunnen we met hem praten. En op het moment dat we dan de bunnyhoed... I bet with those long ears, you can hear the voices. Oh, these are genuine rabbit ears from the Animal of Legend. I don't care how expensive it is. Please, sell it to me. Yup. My long time dream, returning to the wildlife. Finally, the actor stage and prop being united. It's a 50 ruby mask, but he paid you a crazy amount of money for it. More money than you can count. Go back to the mask shop. Hij verkoopt dus zeg maar op het moment dat je dus... wat hij nou eigenlijk praktisch doet is... Ook al heb je 0 rupees en je verkoopt het masker... Hij geeft je automatisch het max aantal rupees dat je op dat moment kan dragen. Dus heb je maar de giant wallet of de 200 rupee wallet. Dan kun je maar maximaal 200 rupees hebben. Maar hij zal automatisch dus vullen tot max. Heb je rupees nodig? Geen rupees meer? Dan wil je deze doen. 100% zeker. Mocht je problemen hebben met Epona of zo. En zoals je ziet, nou komen dus zeg maar die skeleton doodles. Die komen dus nou zeg maar uit de grond omdat ik nou geen masker draag. Maar ja, zeker handig om rupees te krijgen. Nogmaals heb ik hier alleen de klachten over tot... Ja, rupees heb je niet echt veel nodig. Ik bedoel, we hebben niet echt veel rupees gespendeerd tot dit punt. Dus ja, ik vind het aan de ene kant best wel jammer tot... ik heb het al uitgelegd. Dus nog goed. Nou zijn er een paar dingen die we dus op dit moment ook kunnen gaan doen. Wat ervoor zorgt dat we dus sowieso deze sidequest af kunnen vinken van onze to-do list. To-do, 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 to-do list. Oké. En als ik me niet vergis komt de zon al weer op, dus ik hoef geen nummertje te spelen. Kunnen we gelijk naar de Happy Mask Shop. Oké. Spring ik in het water? Close call. Ik ben eerder. Ik moest een extra rondje lopen, anders zou ik in het water springen. Dat is niet handig. Goed. Nou. Volgens mij hebben we hierbij alles... eigenlijk een beetje verkocht wat we wouden verkopen. Dus, Dit is eigenlijk dus ook het laatste masker wat je dus zeg maar zou kunnen verkopen op het moment dat je dus deze sidequest doet. Dus, dat zul je ook wel zien. Hallo. Oh, great, you sold it. Please, altijd weer die Mario mix-up. Please pay me back 50 rupees for the bunnyhood now. Oh yeah, very well done. All the masks are sold out. I knew I could trust you. As a reward, I will lend you this special mask. This is the mask of truth. It is a mysterious mask passed down by the Shikakas. With this mask, you can see into other people's minds. It's useful, but scary. Why is it scary? You may find out as you grow older and discover the true meaning of life. Ohohoho. Dus hiermee krijg je de Mask of Truth. Nou, wat de Mask of Truth doet, is dat je de Gossip Stones kan lezen. En je kunt elke masker trouwens kun je nou lenen die je dus zeg maar zou willen hebben. En als we dus zeg maar met hem spieken, dan zien we dus zeg maar dat hij meerdere maskers nou heeft. Ja, hij heeft bijvoorbeeld een Goron masker, hij heeft een Zora mask en hij heeft een Gerudo mask. En natuurlijk de Mask of Truth die we op dit moment bij ons hebben. Nou, de Gossip Stones waar ik dus heb laten zien dat daar veetjes uitkomen. Die zorgt er dus nou zeg maar voor dat we daarmee kunnen praten en die zullen je verschillende hints geven van het spel. Zoals bijvoorbeeld Secret Hall locaties, Piece of Heart locaties, etc. etc. Als je alles al weet, behoorlijk nutteloos. Nou, met dat gezegd te hebben, wil ik eerst eigenlijk eventjes langs, even kijken, hoeveel Magic Beans heb ik nog? 3. Ik heb er nog eentje nodig voor daar. Ik heb er nog één. Even kijken, ik heb er eentje nodig. Ik heb er daar nog eentje nodig. Ja, ik ken wel heel eventjes langs Kekkeriko Village gaan om heel eventjes te zeggen van... Hey, we kunnen daar nou ook, maar als we de derde tempel hebben gehaald, dan hebben we die Magic Bean eigenlijk niet nodig, dus... Ik denk dat ik gewoon naar Zora's domein ga. Omdat daar nou op dit moment 2 pieces of heart zijn, die we dus kunnen halen. Ik weet dat er een hele grote sidequest is op het moment bij Kekkeriko Village, maar ik wil... Ja, we zitten al 15 afleveringen in deze minuut. Old gag, moet weer een keertje kunnen.
En ja, denk ik dat we dus zeg maar deze sidequest nou eerst eventjes out of the way gaan halen voordat we naar Kikkerike Village gaan. Dus net zo makkelijk. Want deze sidequest die we dus nou gaan doen, kan ook nog een keer verzorgen dat we weer twee Pieces of Hearts kunnen gaan vinden. Leuk! Ik hou van Pieces of Hearts. Of waren het er nou drie? Volgens mij maar twee. Mijn excuses. Nou, wat we hier precies moeten doen is, we hebben nou dus zeg maar alle basisnummers geleerd. Dus niet alle warp songs, maar basisnummers. En ik wou geen steen oppakken, ik wou die kip oppakken. Ik wil die kip. En ja, hier zit ook de joke in. Op het moment dat je kippen heel erg voor pijn doet, dat ze je zullen aanvallen en dat ze je kunnen leiden tot een zeer pijnlijke dood. Misschien dat ik dat nog later in een aflevering laat zien. Ik weet het niet zeker. Ik bedoel, het is ja, wel leuk om te zien, maar het is een beetje pointless. Maar goed. Waar we naartoe willen gaan is, we willen naar deze boomstronk hier, waar Navi ook gelijk groen begint te kleuren. En oh boy. Gaan we eruit? Goed zo. En wat we hier willen doen is, we willen hier onze ocarina pakken. Nou, zoals jullie weten, er zijn 6 nummers die we hebben geleerd. Some frogs are looking at you from under the water. Nou, op het moment als je je ocarina pakt, zie je dus zeg maar al die kikkers. Nou, de eerste nummer die we willen spelen is de Song of Storms. Worden ze happy? En ze houden nogal van dat nummer. Wow, that melody is so cool, Ribbit. Sing in the rain. Oh, what a feeling, Ribbit. Please. Take this as a token of a frog's gratitude, Rabbit. Alright, see you, Rabbit. Dat klinkt nogal vervelend. Daardoor krijg je een piece of heart, wat er ons voor zorgt dat we dus nou weer een complete heart container hebben. En dat er dus nog maar, als ik me niet vergis, 8 pieces of hearts te vinden zijn in het hele spel. En dat we dus al bijna klaar zijn. Kun je nagaan, we hoeven nog maar, ja, we hebben er nog maar achteraan. Nou, de andere nummers die we moeten spelen, dit is ook heel erg handig. Kom je dus zeg maar weinig groepies, heb je nog maar heel weinig groepies. Wil je dus zeg maar dit gaan doen als je dus zeg maar rubies nodig hebt. Elk nummer dat je speelt zorgt er namelijk voor dat een kikker gaat groeien. En dan krijg je ook nog eens een keer 50 rubies voor. Wat ons doel is, is om ervoor te zorgen dat alle kikkers gaan groeien. Ja, we spelen de ocarina heel erg leuk, bla 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 bla, 50 rubies. Nou, alle nummers die we dus geleerd hebben, moeten we hier dus gaan spelen. Zoals ik al zei, er zijn 6 nummers. Song of Storms is dus heel erg handig. Maar deze bijvoorbeeld telt ook mee. Yeah, oké. Nou, weer 1 nummer gedaan. Weer 50 rubies die we niet meer kunnen dragen omdat onze portemonnee ondertussen al helemaal vol zit. Oké, Saria Song. Yay! Oh, eventjes trouwens om te weten. De Scarecrow Song zal niet werken. Dus hou daar rekening. Oké, Epona Song. En dan natuurlijk de enige die nog over is, is de Song of Time. Oh, ja, de Sun Song. Ja, jullie zijn allemaal groot. Nou, wat we dus nu moeten gaan doen, dit is een van de vervelendste sidequests en daar zou ik dus heel stil moeten zijn omdat ik dus echt moet concentreren. Op het moment dat je nou je ocarina pakt, zullen ze zeggen van look at us, we're all huge frogs. We are the world famous fabulous five frogging tamers, ribbon. Wat we moeten doen is, we moeten dus zeg maar jumpen zodat ze de vliegen kunnen vangen en als we dat goed doen, kunnen we een piece of heart krijgen. Dit kan nogal vervelend zijn. Zie, dat bedoel ik. Je moet het snel doen. Damn! Ugh.
Het is elke keer hetzelfde patroon, dus het is eigenlijk een beetje ook weer een beetje van memory, dus. Verkeerd. Ik knip wel naar het punt dat ik hem haal. Dit is eigenlijk best wel gemeen. Die achterste kikker krijgt geen één vlindertje. Dat is gemeen. Young boy, you did great. Perfect. We are stuffed, Ribbit. Would you take this token of our gratitude? Jullie zijn gemeen tegen de achterste kikker. Oké, nou, we hebben weer een piece of heart te pakken gekregen. Ik ben blij, ik ben heel erg blij. Joepie, 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 joepie. Oké, nou, met dat wil ik het eigenlijk laten voor deze aflevering. In de volgende aflevering gaan we met de sidequest beginnen in Kakariko Village. Hoop ik jullie natuurlijk allemaal te zien. Ja, ik denk dat ik het daarbij ga laten. Dus, ja, in de volgende aflevering gaan we naar Kakariko Village. Daar hebben we een hele grote sidequest die we kunnen gaan doen. Dus, ik hoop jullie daar allemaal te zien. Ik dank jullie voor het kijken. Heb je nog vragen over deze aflevering? Of heb je een favoriete momentje? Laat het natuurlijk weten in de reacties. Als je daar de tijd voor hebt, laat een like achter als je daar de tijd voor hebt. En ik hoop jullie morgen allemaal te zien bij de volgende aflevering van Let's Play Legend of Zelda Ocarina of Time. Tot dan jongens. Doei!